Robert-Jan, wat is er vandaag allemaal te doen hier op het Sportpark? Ja, we hebben de Feyenoord Soccer School hier naartoe gehaald. En die verzorgen hier vandaag een clinic voor de jeugd uit Megen en Haren, maar ook van daarbuiten. En hoe komt het Feyenoord hier is vandaag? Ja, dat ligt een beetje aan mij, omdat ik zelf Feyenoord supporter ben. Mijn zoon is al een keer naar de Feyenoord Soccer School geweest. Ik denk, nou, dat zou toch mooi zijn als we die hier een keer naartoe kunnen halen. Normaal verzorgen ze kampen van 2 dagen. Daar heb ik ze ook voor benaderd. Maar ze wilden eerst een keertje proberen met een clinic. En ze waren eigenlijk zeer verrast en zeer verheugd met zo'n grote aanmeldingen. Dus 66 aanmeldingen voor vandaag. Ook nog aanvoerder geweest van het Nederlands elftal, zag ik een aantal wedstrijden, 36 wedstrijden. Dat is ook niet mis. Was dat gezellig in die tijd? Ja, toevallig wordt het nu best wel actueel, omdat je natuurlijk de EK die komt eraan. En ik heb zelf ook EK gespeeld, was niet zo succes als in Italië. Maar wij zaten precies, of ik zat precies tussen een lichting van, ik heb gespeeld met Vanegem, Jansen, Cruijff, Neeskens. Maar ik heb ook gespeeld met Gullit, Rijkaard, Koeman en Van Basten. En daartussen zat onze generatie. En ja, geweldig, ik ben 16 keer aanvoerder geweest van de 36. Dat is best wel heel mooi om aanvoerder te zijn van het Nederlands elftal. En bij Feyenoord om aanvoerder te zijn van Johan Cruijff is natuurlijk ook heel bijzonder in ons kampioensjaar. Maar het belangrijkste is dat je dus dat hoop je succes te halen. Wij hebben pech gehad met onze interlandcarrière, tenminste ik dan. Dat we op een gegeven moment dachten dat we ons geplaatst hadden voor een toernooi. Toen won Spanje met 12-1 van Malta. Dat had niemand verwacht. Nee. En we hebben daarna 2 jaar later, toen wonnen we in de Kuip met 2-1 van België. Alleen we hadden daar 1-0 verloren, dus België ging naar Mexico. Maar het was precies 3 minuten voor tijd dat Joyce Green scoorde. Dus toen liep ik ook weer een groot toernooi mis. Dus zijn wel 2 momenten die bepalend zijn voor je interlandcarrière. Zitten er nog bekende trainers bij deze clinic van Feyenoord? Voor jou en mij wel, want je moet wel wat ouder zijn. We hebben Mike Ubiku, die heeft ooit de winnende goal gescoord tegen Ajax met sudden death. En Benny Wijnstekers, aanvoerder van het Nederlands elftal en Mr. Feyenoord, altijd bij Feyenoord gespeeld. Dus, die doet nog wat voor Feyenoord? Die doet alle trainingen van de Feyenoord Soccer Schools, ja. En dat doet Mike Ubiku ook. En we hebben nog 2 jeugdtrainers erbij, die echt ook bij de jeugdopleiding werken. Dus die kijken ook een beetje of hier talent rondloopt.